Ja. Heer Wilders, PVV. Ja, voorzitter. De minister-president had het over dat we een beschaafd land zijn. En dat is wel zo. Maar daar hoort natuurlijk ook beschaafd beleid bij. En als het beleid naar het onbeschaafde gaat rieken, wat echt het geval is bij de boeren. Want bij de boeren, u raakt ze tot in het hart. Hun hart, hun boerenhart, in ieder geval als het gaat om een bedrijf, dreigt op te houden met kloppen. Maar niet alleen bij de boeren, mevrouw de voorzitter. Heel veel mensen zijn ontzettend boos dat ze met alle problemen met inflatie en energierekening dit jaar geen extra compensatie krijgen. Mensen zijn boos dat hun gemeente, of gemeenten zijn boos, overspoeld worden met asielzoekers. Nederlanders zijn beschaafd, maar als u ze keer op keer op onbeschaafd beleid trakteert, dan, zonder het goed te praten, we moeten ons allemaal aan de wet houden. Dan knapt er soms wat. Snapt u dat? Minister-president. Voorzitter, een kabinet en ook een Tweede Kamer hebben tot taak om zo goed mogelijk lijn te geven aan complexe maatschappelijke processen. Op dit moment betekent dat bijvoorbeeld ervoor zorgen dat dit land voorbereid is op de energietransitie, de grote klimaatverandering aanpak, maar ook investeren in onze veiligheid. Het hele vraagstuk van stikstof is een uitermate complex vraagstuk. Uitermate complex. Dat raakt niet alleen de boeren. Iedereen die zegt het gaat niet alleen over de boeren heeft gelijk. Dat raakt onze hele samenleving. Ik dacht dat Segers en andere voorzitter dat ook zeiden in het debat. Uiterst complex. En ik snap heel goed. Je zult maar een boer zijn in de Gelderse Vallei of de Hollandse Heuvel, Utrechtse Heuvelrug of in de Peel. En je hebt een trots bedrijf met varkens of met koeien. Je hebt misschien in de afgelopen jaren nog extra geïnvesteerd. Je hebt misschien zelfs gedacht dat die innovatie om stikstof terug te brengen ook daadwerkelijk iets gaat opleveren. En je hoort nu dat het te weinig oplevert. Je hebt je bedrijfsvervolging geregeld of je hebt het bedrijf net overgenomen. Je bent trots op dat bedrijf. En er komt uit het kabinet de mededeling. We moeten echt nog veel forser dan we al deden ingrijpen in dat stikstofprobleem. Omdat de grond verzuurt, wat uiteindelijk lange termijn voor de boeren ook een probleem is. Maar ook omdat op kortere termijn het anders onmogelijk is in dit land om nog wegen aan te leggen. Om hier en daar ook nog huizen te bouwen waar dat nodig is. Ik snap ongelooflijk goed, en zeker als het om de Gelderse Vallei gaat, dat is een streek die ik persoonlijk goed ken, waar ik veel boeren ken. Ik snap heel goed dat dat ontzettend ingrijpend is als je dat hoort. Maar wat de heer Wilders hier doet, eigenlijk de indruk wekken dat de boerenstand in Nederland gaat verdwijnen. Dat er een kale sanering gaat plaatsvinden, daarvan is geen sprake. Er blijft in dit land ruimte voor heel veel boeren, voor een hele sterke agrarische sector, ook in de toekomst. We gaan niet hals over kop dit morgen doen. De doelstellingen zijn duidelijk, die liggen vast. Maar we gaan nu met de provincies in gesprek voor die gebiedsgerichte processen. Om heel precies in kaart te brengen wat moet waar gebeuren. Niet voor niks is er een fonds ingesteld met 25 miljard euro erin, om er ook voor te zorgen dat het in goede banen wordt geleid. Dank u wel. Dus ja, ik snap goed, voorzitter, als de heer Wilders zegt dat er in de samenleving, bijvoorbeeld over stijgende prijzen, maar ook hier over de aanpak van stikstof onrust is. En dan is het dus extra belangrijk dat het kabinet ook maatregelen neemt om de goede banen te leiden. Maar dan helpt het ook wel, voorzitter, zeg ik dan ook met alle respect tegen mijn oud-collega en thans leider van de oppositie Geert Wilders, om daarbij ook wel de feiten enigszins in beeld te houden. De heer Wilders. Ja, dat probeer ik zeker te doen. Maar ik vind dat het neigt, en heel veel mensen vinden dat, naar onfatsoenlijk beleid. U noemt het zelf, u heeft tientallen miljarden uitgetrokken voor stikstofbeleid. Dat is om de boeren uit te kopen, onder andere. En uitkopen betekent dat een bedrijf staakt. Dat hebben ze. Ik heb het vorige week met andere collega's, mevrouw van der Plas, bij boeren geweest. Die zeggen, het is van generatie op generatie en we raken het kwijt. Dus u geeft geen begin van een antwoord op. En het gaat veel verder dan alleen de boeren. We hebben het nu over de boeren. Maar het gaat ook over koopkracht van mensen, van ouderen, van gehandicapten, van mensen met een laag inkomen, van mensen met een middenstandsinkomen, middelbaar inkomen. Die ontzettend boos worden dat u verkeerde keuzes maakt. En u heeft, ik ben nog goed, u stond hier een jaar geleden, toen, weet u nog, op 1 april, dat voor u zo'n moeilijke debat. En toen stond u hier naast mij, toen heeft u mij beloofd, toen zei u, meneer Wilders, ik ga mijn stinkende best doen om het vertrouwen terug te winnen. En wat hebben we gezien? We zijn 1,5 jaar later, er is 1 groot wantrouwen in Nederland. U zou uw stinkende best doen om het vertrouwen terug te winnen. Er is iedere dag een demonstratie.
Als we het volgende week hebben over de voorjaarsnood, dan zijn mensen wel boos dat u niks doet aan hun koopkracht. De boeren zijn boos. De burgemeesters, de regio's zijn boos over de asielproblematiek. U komt volgende week met wetten die misschien zeggen dat mensen of gemeenten verplicht huizen en instellingen ter beschikking moeten stellen voor asielzoekers. Met andere woorden, u bent die belofte niet nagekomen. U zou het vertrouwen terugwinnen, uw stinkende best doen. En we hebben, ik zal de woord burgeroorlog niet gebruiken en ik zal ook geen olie op het vuur gooien, maar je moet toch bijna blind zijn om niet te zien dat Nederland een vulkaan is die op uitbarsten staat. Dank u wel. De heer Rutte. Nou, voorzitter, misschien voor de mensen die het debat volgen is het wel goed om in de eerste plaats nog even te herhalen dat ook de heer Wilders in zijn eerste termijn afstand heeft genomen van het geweld. En ik denk dat het goed is dat ik dat toch even hier herhaal, want iemand die nu naar het debat zou kijken zou denken, het debat ging toch over dat ontspoorde geweld deze week. En waar heeft Wilders het nu over? Dus ik denk dat ik ook de heer Wilders help door dat in herinnering te roepen. En ik waardeer ook dat hij dat in het begin van zijn bijdrage heeft gedaan. Terug naar het debat van 1 april. Als de heer Wilders meende te gehoord te hebben in mijn opmerking in zijn richting, dat ik vanaf 1 april vorig jaar niet meer de feiten in de ogen zou kijken, de problemen zou aanpakken en ook moeilijke maatregelen zou nemen, als hij dat had gedacht in mijn betoog te horen, dan heb ik inderdaad teleurgesteld. Dat betekent dus dat als Rusland Oekraïne binnenvalt, Nederland bereid is om met bondgenoten hele moeilijke maatregelen te nemen, die ook leiden inderdaad tot hogere energieprijzen en hogere inflatie. Dat is de prijs die we betalen voor onze vrijheid. Als wij zien dat de aanpak van stikstof, zoals na de uitspraak in 2019 van de Raad van State en alle wetgeving daarover onvoldoende is, dan ben ik er trots op dat deze coalitie in de formatie heeft afgesproken om de volgende grote stap te zetten om dat probleem onder controle te krijgen. Op een manier dat er wel perspectief is voor de boeren in Nederland, op een manier dat we in de toekomst wel weer wegen kunnen aanleggen en waar het nodig is ook huizen kunnen bouwen. Dus nogmaals, als de heer Wilders meent gehoord te hebben dat Rutte gezegd heeft op 1 april, als er problemen zijn, laat ik ze voortaan liggen, want dat is slecht voor het vertrouwen, dan heeft hij me echt verkeerd begrepen. Dan ben ik blij dat dat misverstand tussen ons is opgelost. De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, tenslotte, verdraai mijn woorden niet. En verdraai ook uw eigen woorden niet. U stond hier naast me, en die interruptiemicrofoon. En ik stond hier. En u zei niet meer.